100% Haags. Jouw stadsradio. Het Haags kwartiertje en vandaag een beetje in het teken... nou ja, een beetje, in het teken van Hipfest. Want er is een nieuw festival op Scheveningen. Voor het eerst een muziekfestival eigenlijk op Scheveningen. Aanstaande vrijdag. Het is in de Keizerstraat met een line-up van muzikanten. Dat is ongelooflijk. En ja, ik heb er zo eens tussen gekeken en ik zag er een bekende tussen staan. Fake Plastic Trees, gevraagd. Willen jullie langskomen? Ja, dat is goed, zeiden ze. Maar ja, ze. Eigenlijk is Milan hier naartoe gekomen. En heeft gewoon die andere drie gasten thuis gelaten. Milan, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. De laatste keer dat ik jou sprak was in ons oude pand nog. Hè? Toen waren jullie wel met de hele band of met z'n drieën. Met z'n drieën geloof ik. Toen was ik ook in mijn eentje volgens mij. Volgens mij niet. Nee. Want ik weet ook nog dat we het even over jullie namen hadden. Fake Plastic Trees. Ik had het vermoeden dat het een beetje met Radiohead te maken had. Maar dat is zo, hè? Ja, het heeft er wel mee te maken. In die zin van dat we het daar vandaan hebben. Maar aan de andere kant... Muzikaal gezien niet. Nee. Sommige mensen vinden het ook een beetje verwarrend. Maar dat is inderdaad het verhaal. Ja, wat doen jullie muzikaal dan? Want wij draaien Hey You hier nog steeds, eigenlijk sinds toen jullie bij ons zijn geweest. Ja, heel cool. Een heerlijke track, heel Engels eigenlijk. Ja, het is wel Engels geluid en energiek zijn over het algemeen de meeste liedjes wel. Een beetje Vampire Weekend die kant op. Ja, beetje, ik zou een beetje te denken aan de Kooks. Voor mensen die natuurlijk geen idee hebben waar ik het over heb, even dan een klein stukje maar. Hè. Alleen het gitaartje al. Ja. Het is Engels. Ja. Maar jullie zijn waarschijnlijk nu alweer stukken verder als band. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Ik ben jullie aan het beeld verloren, eerlijk gezegd. Ja. We hebben wat tijd genomen om aan nieuwe muziek te werken. En die komt er ook aan. We hebben een single opgenomen en daar gaan we nu ook een hele toffe videoclip... Ja, dat is belangrijk. Daar valt of staat het mee, lijkt het wel eens. Ja, de bandleden hadden al de wildste ideeën hoe ik dan met de wind door mijn haar voor de Scheveningse toren moet gaan staan. Ja? Allemaal dingen waar ik voor lul stond. Dus we gaan nog even kijken hoeveel van die ideeën echt... Beetje een vrijgezellenfeestje gevoel krijg je dan. Oh jee. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar goed, dat kan ook heel mooi zijn. Ja. Of je gaat op Hans Klok lijken. Ik weet niet of je dat wil. Dat kan ook. En zijn jullie qua stijl een beetje in die Engelse hoek blijven hangen? Of, want eigenlijk als je op jullie website kijkt, daarom schrijven jullie dat het dansbaar is, melodisch. Eigenlijk kan je heel veel kanten mee op. Ja, klopt. Dat is ook... soms moeten we onszelf een beetje bij les houden dat we alle kanten op willen schieten. Maar de dansbaarheid en vrolijkheid is toch wel iets wat... altijd ook wel weer terug blijft komen. Altijd, ja. En hoe ontstaat de muziek nou? Schrijf jij het en ga je met z'n allen uitwerken? Of komt er steeds van iemand anders een deel van een song? In het begin was het eigenlijk meer van dat ik al met de liedjes aankwam... en dat we het samen gingen arrangeren. En tegenwoordig is het steeds meer van... we beginnen gewoon met spelen en aan het eind van de repetitie... hebben we alweer een nieuw nummer. Of in ieder geval de aanzet tot een nieuw nummer. En maar dan proef ik daar ook wel een beetje uit... dat er binnenkort een EP of een album of zo in elkaar gezet kan worden. Of niet? Qua materiaal van liedjes kan dat zeker, inderdaad. Maar er zijn nog geen concrete plannen nu. Eerst die single maar. Oké. Nou, daar blijf ik dan maar in spanning op afwachten. Of... ja, je zit hier niet voor niks met een gitaar op schoot. Wat ga je spelen voor ons? Is dat dan toevallig? Dat... ja, het is wel... ja, ik vind het een nieuw nummer, dus... spannend, ook in deze setting. Want ik ben natuurlijk gewend met de hele band. Maar we gaan... En dan speel je waarschijnlijk ook niet akoestisch. Nee, klopt. Ja. Dus dan heeft het alweer een hele andere vibe. Maar lachen. Maar ja, dat maakt het alleen maar leuker. Ja. Nou ja, omdat Hipfest er is vrijdag... daar kun je bij de maatschappij als tweede act... Fake Plastic Trees tegenkomen. Milan is van Fake Plastic Trees en speelt nu voor ons live. Shine like the brightest star, and I am darker than the night. When you're in my arms, I just know we'll be alright. You light up my sky and sad. My world on fire, 'cause I'm in love.
to never leave your side till the morning dew. I'll be there till sunrise lights up my sky and sets my world on fire. Gelaten, dus de volgende keer klinkt het denk ik een beetje meer zoals dit, denk ik. Vermoed ik hoor. Ja, ja. Ja, dat is Hey You, de single die we hier regelmatig draaien. Nou, of ik noem het steeds single, maar dat is nu gewoon zomaar een van jullie songs. Jij wist niet eens dat wij hem draaiden, hè? Klopt, klopt. Ja, dat blijft altijd leuk, dat soort dingen. In het Haagskwartiertje, één van de... Dan moet ik even spieken, want net wist ik het nog uit mijn hoofd. Nou ja, vele bands die er op Hipfest staan. De lijst is lang. Er staan namen bij als Ed Struilaert, Willem Baudie, Tarzan's My Danny, Machine Makes Man. En dus ook Fake Plastic Trees. En daar is Milan van. En speelde hier ja, iets wat binnenkort dan wel als nieuwe single uitgebracht gaat worden. Ja, klopt. Ja. Jij doet het conservatorium. Wat, instrument, wat voor instrument? Gitaar waarschijnlijk? Ja, gitaar en zang. Anders heb je natuurlijk niet zo'n duur op schoot. Ja, maar goed, ja. Ik denk me toch even vragen. Ja. Kan ook zijn dat je andere dingen doet. En zijn jouw plannen dan ook inderdaad om met Fake Plastic Trees door te gaan? Of heb jij juist hele andere plannen? En is dit even een leuk amateur, of ja, hoe noem je dat, hobbyproject? Of, Nee, ik geloof wel van alles wat je aanpakt moet je goed doen. Ja. Er zijn ook wel gewoon andere projecten waar ik in speel. Maar dat betekent niet van dat ik dan minder tijd voor Fake Plastic Trees heb. Dus niet dat als jij klaar bent straks met je studie, dat je tegen die anderen zegt, jongens, yo, bedankt. Ja, nee, dat niet. Dus. Nee. Oké. Maar de side dingetjes die je daarna zou gaan willen doen dan? Studiomuzikant of wat, waar wil je op mikken? Nou ja, ik zou wel zelf als producer ook voor andere bandjes schrijven. Of andere bandjes opnemen. Nou, dat is ook wel leuk, ja. Dat is ook wel weer moeilijk, want dan moet je vertellen wat jij denkt dat anders moet. Terwijl zij al dachten dat het zo goed was. Ja, maar daar ben ik wel heel goed in. Ja? Te vertellen wat anders moet. Oh, ja, dat is niet goed. Ja? Ja, ja. Nou, jullie staan om 8:15 in de maatschappij. Meteen naar Graveltown. Wat voor set gaan jullie spelen? Want eigenlijk, ik ken nu dus twee songs van jullie. Mm-hmm. Oh nee, My Life is ook een liedje wat ik hier aan de computer zie staan. Maar dat zijn er dan drie. Hoeveel hebben jullie er al die je daar kan spelen? Die drie zullen we ook allemaal spelen. Ja? We hebben een set van 13 liedjes volgens mij speciaal voor... vrijdag. En
ja, gewoon hoge energie. Het ene nummer is afgelopen en meteen de volgende erin knallen. Ja. Ja? En een beetje elektrisch natuurlijk. Ja. En gaan. Precies. Hoe zijn ze nou bij jullie terechtgekomen? Want niemand kende Hipfest natuurlijk nog. Ik ook niet, want het is voor het eerst. Voor het eerst ook een muziekfestival op Scheveningen. Hebben jullie dat gezien en gezegd wij willen wel? Of hebben ze jullie opgezocht? Nee, Leslie, een van de organisatoren, die kent ons wel. We hebben ook wel eens zijn bandje wel eens zien spelen. En hij heeft ons wel eens zien spelen. En zodoende is hij bij ons terechtgekomen. En jullie zeiden gelijk ja? Of moest je eerst even kijken van wat is dit dan voor festival? Ja, eerst even kijken. Wat is dit nou? Want eerst hoor je de Keizerstraat en dan denk je, oh, dan zal het een braderie zijn of zo. Want het is een winkelstraat. Maar het is veel meer dan dat, hè? Ja, dus nou, we, al snel kwamen we wel tot de conclusie dat het heel tof was om hier te staan. Dat we als Haagse band daar eigenlijk wel moet staan. Ja, dat je gezicht daar moet laten zien. Ja, precies. Leuk. En nou ja, je hebt je gaat nog een tweede song voor ons spelen. Is dat een nieuw materiaal of juist een van de oudere songs? Ik doe nu nog wel even een oude classic. Een oude classic. Ja. Hey you. Nee, eentje die nog niet in de computer staat. Oh joh. Ja. Oh. Dan ga ik op de recording button drukken. Hij is hier in de studio, Milan. Hij is van Fake Plastic Trees. En vrijdag kun je hem dus zien tijdens Hipfest. En ik pak even de plek erbij hoor. Ja. I'm good to go. Ja, ga je gang. Exactly where you're wrong. Voor je klappen, maar ik vergeet schuifje open te doen. Slim. Ach ja, dat wordt misschien een beetje bij het 1 april gevoel. Nou, op vrijdag dus, dan is er een gratis feest. Hipfest heet het, is op Scheveningen. Er zijn 25 acts in 5 horecagelegenheden. En leuk is, het is gratis. En nou, een van de bands die je daar kan tegenkomen is Fake Plastic Trees. Dan is Milan niet alleen, maar dan heeft hij de andere 3 jongens bij zich. Ik noem de namen nog even van ze, dat is ook wel zo eerlijk. Hè? Zij verdienen ook wel een beetje eer. Martin, Mark en Twan. En dat is het gehele gezelschap. Nooit gedacht aan een 5e man of een vrouw erbij of wat ik veel? Nee. Is dit wel steady? Het is gewoon de gouden 4 eenheid. Van, er hoeft niks meer bij en vanaf.
Nou, het begint om, even kijken, 4:00 en het is tot 1:00 s'nachts. Het is gratis en om 9:15 in de maatschappij kom je fake plastic trees tegen. Yes. Ik wens jullie onwijs veel plezier daar en nou, misschien zie ik jullie daar dan nog wel. Lijkt me leuk, tot ziens. En Ben, of ken jij nou ook een Haagse band, singer, songwriter of whatever en je denkt, nou die mag wel eens in het Haagse kwartiertje, laat het ons weten. Gewoon een mailtje sturen naar studio@denhaagfm.nl. 100% Haags. Jouw stadsradio. Den Haag.